koerst Ajax op de titel af. Ze hebben één keer punten verspeeld tegen een ploeg die op dit moment in het rechte rijtje staat. Dat was tegen Heerenveen. Alle andere onderlinge duels met ploeg aan het rechte rijtje werden gewonnen. En Arias schiet er maar toch nog even in. Onana paalt. Hij is blij met zijn doelpunt. En zo geeft Ajax natuurlijk niet de winst uit handen. Maar wel een hele ruime zege die wat minder ruim wordt. Van 0-5 naar 2-5. Onana paalt. Ja, er is ook geen enkele druk op de bal. Alle tijd om uit te halen. Hij plaatst hem. Het is niet keihard. Kapslap. Sterke fase van Emmen nu. Nadat VVV sterker aan de tweede helft begon. Anko Jansen, gelukje. Anko Jansen, Arias doelpunt. Wat een goede goal zegt van Emmen. Perfecte voorzet en heerlijk binnengeknikt door Jafar Arias. Emmen staat op voorsprong in de koel. En natuurlijk is Anko Jansen irritant voor VVV. Het publiek ergert zich aan hem. Maar wat kan hij goed voetballen, Anko Jansen. En wat is hij ontzettend waardevol voor Emmen. Want die veel energie stak in die tweede helft. Veel offensieve energie. En het leverde op. Chacon. Daar gaat hij weer. Uit de rug weggelopen bij Kort in dit geval. Caner Kaflan. Goed gegeven. Arias. Het is 2-0. Heeft hij ook zijn beloning voor het keiharde werken. De vele vuile meters. Maar... nodig inlopende mensen. Arias staat daar toch redelijk bij, zeg. Wat heet. Er wordt nog geappelleerd voor buitenspel. Er zal nog naar worden gekeken. Het feest wordt intussen natuurlijk al gevierd. Bakker. Bakker nog steeds. Stankov. Voordeelregel toegepast. Goed gedaan door Blom. Want Mamedov kan niet de trekker overhalen. Mamedov, ja. Het is 1-2. Het is Arias. Duel met Brown. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Brown wint, maar Kalkan heeft de bal alweer. En Arias kan gaan scoren en doet dat. Het staat 1-0 voor Dordrecht. Halverwege de eerste helft. Hey, dikke, dikke. Bal leek hier ook buiten. Gaat door. Stankov. Goed gedaan. Mamudov, Mutsers. Met een prima paasje op Arias. Wordt het hier dan 3-0? Het is 3-0. Onvoorstelbaar, Jafar Arias.
Arias Pisas. Hij nu de 16 in Pisas. En dan is hij voor Jensen. Is niet voor Jensen. En dan is de goal. De treffer van Jafar Arias.